In één weekend heel artikel 1 afgeschaft gewoon. Digitalisering, verduurzaming, kolonialisme. Build back better. 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 De mijlkorfplicht, nu kan je eindelijk zien. Het is allemaal politiek. Om te doen alsof je deugt. Goed zo, je bent een ASO die dit kabinet steunt. Politie doet stoer, maar hij durft Grapperhaus niet aan. Terwijl die zijn kids ook niet spaart. Oh, maar pedofilie is nu een complottheorie. Zeker als het gaat om iemand met een hoge functie. Nee, die doen dat niet. Geen immuunsysteem, maar een regimesysteem. Agenda 2030 vraagt Hongarije, het moet er doorheen. Verraders ruilen onze vrijheid in. Voor hun vakantie egoïsten gaan ze lekker op pad met hun varianten. Regenboogvlaggen en medische apartheid en een toegangstest. En jij maakt je druk om mensenrechten in Boedapest. Logica, ik ben geen arts, gelukkig niet. Want dan zal ik het moeilijk maken en onder druk staan terwijl het simpel is. Je hoeft niet gelijk neer te vallen, je hebt nog heel je leven. Russische roulette kan je overleven, maar waarom zou je de gok nemen? Ik ben geen intercedent, fuck je cv. Kijk naar de inhoud van de mens. Het is een plichtheid, fatsoenlijkheid dat je tegen het regime verzet. Je ziet de dood in hun ogen. Ze staan niet meer open voor de wetenschap. Schap, schap. Uit de bus staan in de rij bij het GGD-slachthuis. Ik hoop dat je het overleeft, beterschap. Achterbakse spionagepraktijken. Vert roept dat het echt niet kan. Maakt er vervolgens een nieuwe wet van. Je bent al wakker als je denkt dat het om geld draait. En je gaat trouwens toch faxen. Ze zegt nee, ik weet dat het griep is. Maar wie wil griep? Dus ik draag toch mijn masker. Digitalisering, verduurzaming, kolonialisme. Build back better. 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 Digitalisering, verduurzaming, kolonialisme. Build back better.